Dankjewel. Mevrouw de voorzitter, genoeg is genoeg. Miljoenen mensen in dit mooie land zijn het spuugzat en ik ga u vertellen waarom. Heel veel mensen sturen ons hun verhaal toe. En een aantal van die verhalen ga ik voorlezen. Daar ga ik mijn termijn voor gebruiken. Verhalen die u niet in de krant leest. Waar de minister-president niet over spreekt. Waar het COA over zwijgt. Het verhaal van de gewone mensen, de gewone mensen in Nederland. En ik begin, mevrouw de voorzitter, met een bericht van een vrouw van 80. Die zegt, dag Geert, ik ben 80 jaar oud. Ik heb één dag geholpen in de Amerika-hal in Apeldoorn. Maar nooit weer. De asielzoekers trappen naar rotzooi. Als ze een jack krijgen als tweede jas, niet van nieuw te onderscheiden, dan is het no, not new. Ze hebben een grote bek, ze hebben commentaar op het eten en ze krijgen in één keer net zoveel vlees als ik in een week krijg en ze gooien alles weg. Een meneer uit Oude Pekela, mevrouw de voorzitter, zegt hier bij ons in Oude Pekela heel veel overlast. Dronken asielzoekers vallen regelmatig jonge kinderen lastig. Jonge meisjes worden onzedelijk betast en ze staan in het openbaar hun behoefte te doen. Voorzitter, het viel te verwachten. Er is een nieuwe traditie van de heer Wilders. Hij begint met lijstjes. Dus ik heb ook een lijstje vandaag. Bestorming en vuurwerkbommen in Woerden. Hakenkruizen en white power bij een AZC in Zuid-Laren. Hakenkruizen in Boelenslaan, Friesland. Eigen volk eerst en rot op in Voorst. Nee, AZC met een Davidster in Wezep. Eigen volk eerst in Brunsum. Een huis van een Syrisch gezin beklad in Deventer. Hakenkruizen en refugees fuck you in Tolen. Voorzitter, ik ga deze incidenten niet in de schoenen schuiven van de heer Wilders. Ook al roept hij op tot verzet. Ik ga ook niet zeggen dat alle mensen en de achterban van de heer Wilders dat het racisten zijn. Helemaal niet. Dat zou te flauw zijn. Dit zijn namelijk incidenten. En de mensen die dit doen, moeten we keihard aanpakken. Net als vluchtelingen die rotzooi trappen. Maar om dan te doen alsof een hele groep van vluchtelingen of alle vluchtelingen criminelen zijn en mensen die rotzooi komen trappen, of als ik zou doen dat alle mensen die kritisch zijn op vluchtelingen racisten zijn, dat is allebei even erg en dat zou de heer Wilders niet moeten doen. Voorzitter, ik vertel de verhalen van normale Nederlanders die dit meemaken in hun wijk en ik ga daarmee door. Meneer Klaver, uit Arnhem. Voorzitter, meneer Klaver. Voorzitter, het is mooi hoor, weer zo'n lijstje, gaat u vooral zo door, hip hip hoera. Zeker. Maar het punt is het volgende, u doet hiermee alsof al die vluchtelingen die zijn precies hetzelfde zijn. En u kunt toch ook aangeven dat dit de incidenten zijn. En u kunt toch ook aangeven dat de mensen die rotzooi trappen in Nederland, dat daar zouden we het nog over eens kunnen worden ook. Dat je die keihard moet aanpakken. Net als de racisten hakenkruizen kladden. Die zijn van precies hetzelfde laken en pak. Die moeten toch allebei even hard gestraft worden. Dat is toch de oplossing die we zouden moeten zoeken. Want u kakelt veel, meneer Wilders. Maar leg een keer een ei. Hoe lossen we dit dan op? En dat betekent keihard bovenop zitten als er incidenten zijn. Mevrouw de voorzitter, een man uit Arnhem zegt, mijn twee dochters worden sinds een week regelmatig lastiggevallen door asielzoekers die hier in de koepel van Arnhem zitten. Wat kan ik er tegen doen? Help een bezorgde vader. Een mevrouw de voorzitter, een gehandicapte vrouw zegt, ik was afgelopen zondag in een supermarkt. Ik ben 63 jaar, ik rij door mijn ziekte op een scootmobiel in die supermarkt en er was een grote groep asieljongeren aanwezig. Drie van die gasten kwamen mijn kant oplopen en wilden dat ik voor ze opzij ging. Wat ik weigerde. En toen stak een van hen zijn middelvinger op en de ander maakte een snijbeweging langs zijn keel. Een van die knullen liep tegen mijn scootmobiel op, waardoor mijn spiegel naar binnen boog. Hij draaide zich om en kwam met opgestoken vuist mijn kant op. Nou, meneer Wilders, ik kan u vertellen dat ik verstijfd zat te wachten op of er ging gebeuren. Ik ben maar snel omgedraaid en heb met grote spoed zonder mijn boodschappen de winkel verlaten. Meneer Roemer. Voorzitter, dat zijn voorvallen die verschrikkelijk zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waarom gaf u de heer Klaver niet gewoon netjes antwoord? Het zijn incidenten die we moeten afwijzen, zoals dat aan beide kanten is. Door geen antwoord te geven, suggereert de heer Wilders dan dat het geen incidenten zijn en dat het dus iedereen dat doet? Het is geen incident, mevrouw de voorzitter. Ik heb bakken vol met dit soort zaken.
Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat alle asielzoekers dit doen. Maar wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van islamitische immigratie. U zal het zo in andere voorbeelden zien van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederlanders, van vrouwen in Nederland, die er last van hebben van die cultuur. We importeren mensen die hier niet willen integreren, die ons willen komen koloniseren. Dat is wat de werkelijkheid is en dat is mijn antwoord naar u. En als u het van mij niet wil aannemen, dan hopelijk luistert u een keer. Want dit soort verhalen, meneer Roemer, die zie je niet op televisie. Daar heeft de minister-president het niet over. Daar heeft u het ook nooit over. En deze mensen die moeten worden gehoord. En ik zal u dwingen om daarna te luisteren. Maar de voorzitter, wat ik allemaal hoor, kan ik beter zelf over vertellen. Wij horen ook alles. Omdat wij een partij zijn die in de wortels in de afdelingen zit. Dus we horen alles, we zien alles en we proberen dat te analyseren. Maar door het op zo'n manier te doen en geen antwoord te geven op een gewoon correcte vraag van een collega, suggereer je een heleboel. En dat is volgens mij wat we niet moeten doen. Ik probeer samen ook met u problemen op te lossen. In de straten, in de wijken, zorgen dat mensen gehoord worden, zorgen dat mensen inspraak krijgen als het er gaat. En zorgen dat mensen die over de schreef gaan aangepakt worden. Als dat nou de gezamenlijke boodschap is, dan komen we nog een stuk verder. Ja. Maar zo komen we geen meter verder. Nee. Nou, mevrouw de voorzitter, de heer Roemer is wel de laatste die voor een oplossing zorgt. De heer Roemer is een van de mensen die juist voor de problemen zorgt. De SP is een van die partijen, de heer Roemer en zijn collega mevrouw Gesthuizen voorop, die zeggen van kom er allemaal binnen. Hoe meer AZC's, hoe beter. Ik heb u net een poster laten zien uit Almere. Als u wilt, wil ik hem wel ronddelen. Hoor. Waar allemaal SP'ers stonden te roepen van kom maar, meer asielzoekers, meer AZC's. U zorgt ervoor dat juist Nederland onveiliger wordt, dat er meer mensen komen. En als je dan bent afgewezen, mevrouw de voorzitter, als asielzoeker en de rechter heeft gezegd je mag hier niet zijn, dan is het opnieuw de partij van de heer Roemer die zegt ook als je illegaal bent, gaan wij voor jou betalen dat je een opvang krijgt. In plaats van dat u zegt, we knikkeren je allemaal het land uit. Dus uw partij, meneer Roemer, werkt niet aan een oplossing. U maakt het met de dag erger. En daarom lopen de kiezers ook rennend en gillend bij u weg. Voorzitter. Ja, de oplossing, mevrouw de voorzitter, van de heer Roemer is, kom maar allemaal binnen. De grenzen mogen open. Ik zie ze nog staan, de SP'ers in Almere met zo'n spandoord. Ja, ik begrijp dat u dat heel vervelend vindt dat ik dat zeg, maar er stonden 50, 60 SP'ers in Almere. Met een spandoek. Er stond geloof ik iemand van GroenLinks na op een gitaar een liedje te spelen. En ze stonden te zingen, kom maar allemaal binnen. Kom maar binnen. En dat kost miljarden, meneer Roemer. Miljarden die we niet kunnen besteden aan de mensen in Nederland. Die we niet kunnen besteden aan de zorg. Die we niet kunnen besteden aan de pensioenen. Handtekening Emiel Roemer, SP. Nou, dank u wel, meneer Roemer. Mevrouw de voorzitter, ik ga door met een bericht van een vrouw uit Ter Apel. Meneer Wilders, gisteren is een kennis van ons lastiggevallen door een vluchteling. Ze ging boodschappen doen en in de winkel werd ze achtervolgd en lastiggevallen. De vluchteling zei de hele tijd, I want to fuck you. Totdat twee mannen met een stevig postuur de vrouw gingen helpen en toen droop de vluchteling af. Mevrouw de voorzitter, iemand die werkt bij de telefooncentrale van het COA, die mailt, hoi, ik werk bij de telefooncentrale waar de telefoontjes voor het COA binnenkomen, 500 tot 700 per dag. Wij verzorgen ook de telefoontjes voor de beveiliging. De incidenten zijn met geen pen te beschrijven. Overal vluchtelingen die overlast doen. Elke dag meldingen van geweld en rellen. En bijna niets daarvan zie je in de media. Meneer Samson. Voorzitter, wat schrijft u ze terug? Dit zijn bezorgde, boze mensen. Die schrijven u en waarschijnlijk in de hoop dat u een antwoord voor ze heeft. Wat schrijft u ze terug? Ik schrijf ze terug dat ze dit onder andere te danken hebben aan u, meneer Samson. De man van de open grenzen. Samen met uw linkse vriendjes van de SP en helaas ook van de VVD. Die ervoor zorgen dat iedereen zomaar binnen kan komen. Dat de illusie wordt gewekt dat je met een sobere opvang de mensen tegenhoudt. Een opvang die nog steeds 1000 keer luxer is dan in Turkije of in Syrië of waar dan ook. Dus de mensen zullen blijven komen. En de enige oplossing, de enige echte oplossing is zorgen dat we de mensen tegenhouden. Dat we onze grenzen sluiten. Dat we weer grenscontroles invoeren. Wat ook 2/3 van de Nederlanders willen. Dat we de mensen ook niet ons land binnenlaten. Wat ongeveer de helft van de Nederlanders wil. Dat zijn miljoenen mensen, meneer Samson. Miljoenen mensen. Waar u niet naar luistert, maar waar ik heel trots ben om naar te luisteren. Meneer Samson. Ja, dat vreesde ik al. U schrijft terug dat een ander de schuld is van het probleem. En dat is de PVV in optima forma. Mensen bang maken
en anderen de schuld geven. Dat zijn de enige twee dingen die u met een probleem wil. Er zou maar één ding met een probleem moeten doen. En daar zou u aan mee moeten willen werken. Namelijk het oplossen daarvan. Zeker. Hou u op met mensen er bang voor maken en anderen de schuld ervan geven. Schrijft u al die mensen maar mailtjes tot u een ons weegt. Maar gaat u eens nadenken over wat er werkelijk nodig is. Gewoon het probleem oplossen. Ja, voorzitter, dit is het dédain. Het dédain van een sociaaldemocraat anno 2015. Die zegt dat de mensen niet serieus moeten worden genomen met hun vraag. U bent er verantwoordelijk, meneer Samson. U bent 100% voor verantwoordelijk dat u mensen die naar door 6 veilige landen zijn gereisd voordat ze in Nederland kwamen, die dus helemaal geen vluchteling zijn, die gewoon als migrant moeten worden behandeld, dat u die nog gewoon binnenlaat. Het zijn geen vluchtelingen, het zijn migranten. Ze kwamen uit Duitsland, uit Oostenrijk, uit Hongarije, uit Servië, uit Griekenland. Allemaal veilige landen. Daar hadden ze de opvang moeten krijgen, niet hier. En dat u zegt, kom toch maar binnen en we betalen wel. 13.000, alleen al in de maand september. 13.000 zijn er binnengekomen omdat u en meneer Roemer en meneer Pechtold en meneer Zijlstra en meneer Buma allemaal zeggen, kom maar binnen met je knecht. Nou, de PVV zegt niet doen. Voorzitter, een mevrouw uit Houten schrijft, bij ons in Houten is het naast het zwembad mijn kind van mijn kind een asielzoekerscentrum. En nu komen iedere dag allerlei mannen naar binnen bij het zwembad die staan te kijken naar hoe zwemmende kindjes zwemmen van 5 jaar. Ik vind dat eng en misselijkmakend. Voorzitter, beste meneer Wilders, vandaag stond ik in de rij voor de apotheek. Voor mij stonden 3 mensen, vermoedelijk uit donker Afrika. Met gebrekkig Engels werd de keurige Nederlandse dame achter de balie volledig vernederd voor het feit dat ze een vrouw was en beticht van discriminatie. En alleen omdat er tussen alle gratis medicijnen een rekening zat van €15 voor een vitaminepillenpotje wat niet vergoed werd. De mannen waren asielzoekers en eisten dat ze alles gratis zouden krijgen. Een meneer die schrijft, beste meneer Wilders, ik liep met mijn vrouw langs het AZC bij ons in de buurt en er werden opmerkingen gemaakt naar mijn vrouw. Wat ze zeiden kon ik niet verstaan, maar ik liep naar deze mensen toe om te vragen wat ze wilden en daardoor werd ik bespuugd. Een meneer uit Houten schrijft, beste meneer Wilders, de gemeente Houten, tussen haakjes christelijke gemeente, heeft een slecht plan met 300 asielzoekers, wat ongetwijfeld nog meer gaat worden. Ze hangen rond op het winkelcentrum. Ze vallen vrouwen lastig die boodschappen doen. Ze kijken aan alsof je de duivel bent en ze schreeuwen Allahu Akbar bij ons in de straten. Een mevrouw uit Wassenaar die schrijft, voorheen kon ik als alleenstaande jonge vrouw mijn eigen dorp 's avonds zonder probleem rustig over straat lopen. Maar de laatste tijd word ik steeds vaker door mannen uit de plaatselijke opvang lastiggevallen als ik over straat loop. Ze sissen, ze lopen per ongeluk tegen me aan, ze hinderen, ze volgen me hinderlijk, ze spreken me aan. Ze vragen, do you have a boyfriend, do you have sex? En als ik dan niet reageer, roepen ze ineens in het Nederlands, vieze hoer. Voorzitter, een meneer uit Nijmegen zegt, onlangs ben ik in de regio Nijmegen bedreigd door een groep asielzoekers. Ze wilden mijn vriendin betasten en belagen. We zijn gelukkig geholpen door omstanders, maar enorm geschrokken. Een meneer uit Emmen zegt, toen ik samen met mijn vriend, ik ben namelijk homoseksueel, op het station stond te wachten op de trein naar Zwolle, werden wij onheus bejegend. We werden toegeschreeuwd, we werden bespuugd. Iemand wilde mijn vriend slaan. Ik werd omvergeduwd. En het meest storende van dit fiasco vond ik nog wel dat de dienstdoende beambte zei nadat ik had geklaagd, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Deze mensen zijn homoseksualiteit niet gewend. Een vrouw uit Weert schrijft, meneer Wilders, mijn vrouwelijke familieleden worden uitgescholden voor hoer, worden nagespuugd door de vluchtelingen hier in Weert. En dan, voorzitter, een vrouw uit Almere, een man uit Almere, die zegt, meneer Wilders, ik ben buschauffeur. Ik ben buschauffeur in Almere en wij ondervinden heel veel hinder van al die asielzoekers. Ze hebben een enorm grote mond. Ze laten troep achter in de bussen. Ze schreeuwen de hele boel bij elkaar en ze rijden vaak zwart. Voorzitter, ik zou nog een uur kunnen doorgaan. Maar dat zijn de verhalen die je in de kranten niet leest. Dat zijn de verhalen waar de minister-president het niet over heeft. En dit is de werkelijkheid van de gewone man en vrouw in Nederland. De schade die hier door al die mensen wordt aangericht, is niet te overzien. En wij pikken dat niet langer. Wij pikken het niet dat deze premier onze veiligheid, onze vrijheid, onze cultuur, onze identiteit, ons geld, ja, onze toekomst op het spel zet door die islamitische invasie, want dat is het, toe te staan. De maat is vol.
De grenzen moeten dicht. En deze premier, die daarvoor verantwoordelijk is, die moet weg. En daarom zal ik in tweede termijn, en ik zal vervolgens ieder debat doen, mevrouw de voorzitter, wat hierover gaat, een motie van wantrouwen indienen tegen dit kabinet.